Het regent bankbiljetten na plofkraak. En strijd Hofpoort ziekenhuis lijkt verloren. Goedemiddag, dit is U Vandaag. Bankbiljetten op straat na een plofkraak in Amersfoort. Dat gebeurde vanmorgen vroeg bij de ING-pinautomaat op de beurs. De ravage is enorm. Er kwam dus geld uit een muur, maar hoeveel de daders hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. De verdachten zijn voortvluchtig. Een getuige had gezien dat er twee verdachten op een rode scooter vandoor waren. En agenten hebben nog uitgekeken naar de scooter, maar die hebben niemand gezien. De geldautomaat en het bankgebouw raakten zwaar beschadigd en de daders hebben ook een geldbedrag buitgemaakt. Het aantal plofkraken in de regio nam vorig jaar drastisch af, na aanhouding van enkele kopstukken. Maar de laatste maanden is het weer geregeld raak. Onder meer in Utrecht, Zeist en Soest werden pinautomaten opgeblazen. Het systeem voor psychische hulpverlening in Nederland faalt. Dat zegt de Utrechtse advocaat Willem-Jan Ausma. Er zijn te weinig hulpverleners en er is te weinig geld. Eergisteren werd bekend dat de verdachte van de moord op oud-minister Els Borst ernstig in de war was, maar nooit hulp heeft gekregen. In het geval van deze Bart van U lijkt dat te komen door een blunder van het Openbaar Ministerie. Het Hof heeft ook gezegd, hij moet onmiddellijk worden vastgezet. Toen heeft het Openbaar Ministerie gezegd, nou, wij vinden het verschil tussen de straf die is opgelegd en de eis van onze kant, die vinden wij zo groot. Wij wachten rustig de cassatie af. Ja, en dat is achteraf natuurlijk een grote fout geweest. En volgens Ausma is dat niet het enige probleem. De advocaat zegt dat er structureel te weinig plek is voor verwarde mensen. Meer daarover vanavond in U Vandaag. Het is onzeker of het Joods monument in Utrecht tijdens dodenherdenking al kan worden onthuld. De stichting Joods Monument zoekt nog sponsors om het beeld bij het Spoorwegmuseum op tijd af te krijgen. De stichting gaat nu onder meer praten met de NS. Utrecht is een van de laatste steden in ons land waar nog geen Joods monument is. Het beeld herinnert aan de deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog via station Malibaan. Vianen richt zijn pijlen op een fusie met Zederik en Leerdam. Dat wil de gemeenteraad in ieder geval onderzoeken. Vianen is met 20.000 inwoners te klein om alleen door te gaan. De gemeente wil wel graag bij de provincie Utrecht blijven horen en zal dat ook kenbaar maken aan de Zuid-Hollandse gemeente. Maar of het kan, moet blijken uit het onderzoek. Alles wordt in stelling gebracht voor het grote jubileum van Nijntje. Het wereldberoemde konijn wordt in juni 60. Maar vandaag begint het feest al. Er komt een nieuw beeld in de stad, speciale postzegels en een overzichtstentoonstelling. En Nijntje is dit jaar ook het gezicht van de start van de Tour de France. Eind deze maand valt definitief het doek voor het Hofpoort ziekenhuis in Woerden. Of toch niet? Inwoners en de politiek blijven tot de laatste snik strijden voor een volwaardig ziekenhuis in hun eigen plaats. Terwijl de raad van bestuur toch echt wil fuseren met het Antonius. In Woerden blijft dan alleen een polykliniek over. Gisteravond probeerde de cliëntenraad van het Hofpoort nog een laatste keer het bestuur op andere gedachten te brengen. Maar het eerste wat ze tegen je zeggen is van, nou, wij praten eigenlijk nooit met cliëntenraden. Dan denk je, waar halen jullie dan die patiëntenbeleving vandaan? Na maandenlang actievoeren hebben Agnes en Henry van de cliëntenraad nog niks van hun strijdlust verloren. Vanavond pleiten ze voor zoveel mogelijk behoud van hun Hofpoortziekenhuis in Woerden. Opgeven is geen optie. Opgeven is geen optie. Nee, dat is sowieso geen optie. Nee, we gaan tot laatste toe door. We geven het niet af. We laten het zomaar niet uit ons handen vallen. Deze mevrouw moet overtuigd worden vanavond. De voorzitter van de raad van bestuur. Het is 11:55 voor het Hofpoort ziekenhuis. Dat moet fuseren met het Antonius ziekenhuis. Woerdenaren moeten dan straks naar Leidse Rijn voor opname. Alleen een polykliniek blijft over. Onnodig, vindt de cliëntenraad. Het is niet een kwestie van niet kunnen, maar het is een kwestie van niet willen tot nog toe. Het is niet zo dat het niet betaalbaar is. Zeker niet. Maar dat ziet het bestuur toch anders. Wat iedereen het liefste wil, dat alles blijft zoals het is, dat kan gewoon niet, zegt de ziekenhuisleiding. Nee, dat kan niet. Nee. Als we dat zouden in Nederland zouden willen blijven volhouden, dan zou de kwaliteit van onze zorg niet meer die kwaliteit zijn waar patiënten met nieuwe inzichten recht op hebben. En bovendien zal de betaalbaarheid van de zorg op de fles gaan. Maar Woerden geeft niet op. Bijna 100 boze inwoners en raadsleden laten vanavond van zich horen. En wij strijden voor
De afgelopen maanden zetten al 14.000 inwoners hun handtekening voor behoud van het ziekenhuis en roerde de politiek zich. En het Hofpoort was en is een heel goed ziekenhuis. Ik moet stoppen, want anders ga ik een beetje doordrammen. Maar volgens het bestuur van het ziekenhuis is het misschien minder erg dan het lijkt. 80% van de patiënten van het Hofpoort hoeft helemaal niet opgenomen te worden. En die zorg die dus poliklinisch, diagnostisch of qua dagopname, die blijft gewoon in Woerden. Daar verandert niets aan. Uiteindelijk beslist het bestuur en die lijkt, ondanks alle acties uit Woerden, niet te vermurwen. Eind februari maakt het bestuur dus een definitief plan dat daarna dan nog wel langs de Raad van Toezicht moet. En over 3 tot 5 jaar moet de fusie dan toch echt een feit zijn. Natte voeten is al vervelend, maar wat als de drollen van de buren in je slaapkamer drijven? Bewoners in Lombok staan soms na een extreme regenbui met hun enkels in andermans ontlasting. Dat zijn ze zat, dat snap ik wel. En daarom gaan ze morgen met burgemeester Van Zanen praten. Nu is het gelukkig droog, maar na een flinke regenbui krijgt Frans natte voeten in zijn kelder. Ja, dit gedeelte stond dus blank. En ja, een dag later, toen het water gezakt was en mensen het meeste water verwijderd hadden, toen begonnen die planken op te bollen. En vooral daar was een heel stuk wat helemaal zo rechtop stond. De riolen zijn zo verouderd dat de inhoud letterlijk omhoog komt. Nou, dan zie ik het dus gewoon daar beginnen met nat worden. En, maar de laatste keer was ik er niet zelf bij, hebben ze me gebeld dat het dus dat gebeurd was. En ze hebben me verteld dat er dus echt water stond tot daar in dat halletje. Frans is niet de enige die wateroverlast heeft. Geet van Veen Kortlever is maar wat blij met haar souterrainwoning. Behalve als het hard regent. Dan zit ze letterlijk in de stront. Afschuwelijk. Afschuwelijk. Want het is vies. Echt vies. Tientallen buren klagen over wateroverlast na een heftige regenbui. Soms is het zo erg dat buren elkaars ontlasting in de kelder zien drijven. Ik ben uren bezig geweest. Uren. Echt. En dan is het nog niet droog. Het probleem bestaat dus al tientallen jaren. Morgen praat de buurt met burgemeester Van Zanen. Er moet snel een oplossing komen. Vindt ook de Utrechtse politiek. Deze riolering die is ongeveer 15 jaar geleden aangebracht. En aan het vervangen van riolering, dat gaat heel veel tijd kosten. Wij willen ook niet dat er uit het huidige rioolsysteem vervangen wordt op dit moment. Dan is dat weggegooid geld. Wat we wel willen is tijdelijke maatregelen, zodat de bewoners droge voeten hebben. Ja, dit is wel een punt wat volgens mij op veel meer locaties in Utrecht speelt. Want het speelt niet alleen hier, het speelt bijvoorbeeld ook in de Zeeheldenbuurt, speelt in Ogenal, nou, nog een aantal van dat soort gebieden. Dus hier moeten we wel over gaan praten. De buurt is blij met de politieke steun. En ze hopen dat ze nu eindelijk letterlijk uit de stront gehaald worden. Nou, ik hoop het. Ik hoop het. Verschillende verzekeraars hebben al gezegd in de toekomst geen schade meer te gaan vergoeden, omdat het juist een terugkerend probleem is. Ze vinden ook dat de gemeente maar met een oplossing moet komen. Je hebt een nieuwe vriendin, maar na een tijdje blijkt ze een oplichter te zijn. Dat overkwam een man van 74 uit Utrecht. Ineens was ze uit zijn leven verdwenen, met zijn pinpas. Dat gebeurde vorig jaar september, maar helemaal verdwenen is ze niet, want ze staat wel mooi al pinnend op een bewakingsbeeld. Hier komt ze aanlopen bij de Rabo-pinautomaat in winkelcentrum Hoge Catharijnen. U ziet het is een blanke vrouw, licht getint, rond de 50 jaar oud. En ze wordt gezocht. Straks in bureau Hengeveld meer over deze zaak. Sagarko, waar ga je het nog meer over hebben? Nou Eva, ook wij gaan het hebben over die plofkraak waar het net al eventjes over had in Amersfoort. De bankbiljetten dwarrelden daar echt uit de lucht. We gaan het ook hebben over een inbraak in Leersum. En voor die inbraak zit al iemand vast, maar zijn compaan zoeken we nog. En we hebben bewakingsbeeld van die jongen. Best wel goed bewakingsbeeld. We zien namelijk zijn onderarm, terwijl hij aan het pinnen is met een pas die hij gestolen heeft. En wat zien we op die onderarm? Een grote tatoeage met het woord mama. Deze liefhebbende zoon, die zoeken we dus. We gaan ook weer op pad met de sociale recherche. De rechercheurs confronteren iemand met een uitkering met het feit dat hij daarnaast zwart werkt. En dat mag natuurlijk niet. Jacqueline van Houten van de regiopolitie Midden-Nederland schuift straks bij mij aan. Met haar neem ik alle zaken door. En uiteraard hopen we weer op heel veel goede tips. Dat hoop ik ook. Dankjewel, Sagarko. En wij gaan naar het weer. De winter laat zich weer een klein beetje zien.
Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met wat sneeuw. Bij een matige westenwind koelt het af tot rond het vriespunt. En morgen ook winterse buien. Het waait vrij stevig vanuit het zuidwesten. Het wordt hooguit 3 graden. 'S Nachts lichte vorst, dus oppassen voor gladheid. Tot zover deze U Vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Heel graag. Tot dan. Dag.